Kijk, jullie zitten er al helemaal klaar voor. Ja. Jullie zijn in feeststemming, zie ik, met de vlaggetjes en de slingers. Ja. Nou, volgens mij is het ook wel een feestje, want jullie hebben heel veel gedaan de afgelopen 4 weken. Met de textielrace. Want ik ben hier omdat jullie van alle scholen die hebben meegedaan, de meeste punten hebben behaald. Jullie hebben flink ingezameld, jullie hebben flink gerepareerd ook. En ik zag al toen ik binnenkwam al de containers met alle textiel daar opgestapeld staan. En ik was overdonderd van de hoeveelheid. Jullie hebben echt hard gewerkt. En daarom ben ik hier vandaag namens het gemeentebestuur van Oosterhout om jullie deze mooie check te overhandigen. Ja, applausje hoor. Hoe was het? Ik heb geleerd om kleding te inzamelen en ik heb ook geleerd wat je nou met textiel moet doen. En ik heb ook geleerd dat we eigenlijk veel zuiniger moeten zijn met textiel. Ja, ik vond het superleuk, want natuurlijk, we zijn hier wel om te winnen natuurlijk. Ja, en dat is gelukt hè? En dat is gelukt, met 13.000 punten verschil, dus dat is wel even veel. Dat is wel veel. Ja, heel en wat veel. Heb je gedaan? We hebben veel bonuspunten gekregen. Dus daar moeten we allemaal YouTube-filmpjes maken. We zijn ook op de radio geweest. Had ik gehoord, ja. Ja, de radio van Oosterhout. De ORTS? Ja, ORTS, ja. Ja, leuk hè? Ja, want jullie hebben ook heel veel met YouTube gedaan, heb ik gehoord. Hoe was dat? Kan iemand iets over vertellen? Hoe doe je dat nou, zo'n video maken? Isa, daar is Isa. Hoe gaat dat? Ja, het was op zich best wel eng, maar dan hebben we van tevoren stukjes geschreven en dan hadden we een Chromebook en dan lazen we het soort van gewoon voor en iemand filmde dan. Oh ja, en nu staat het op YouTube. Nou, daar mag je trots op zijn, vind ik. We hadden ook heel veel kleren gerepareerd en daar kregen we ook veel punten van en dat maakte ons ook heel blij. Ja. En we gingen ook, dinsdag of woensdag ging iedereen kleding repareren en toen kwamen we met heel veel punten binnen en toen toen waren we blij. Ja, en dat kleding repareren, vertel daar eens iets over. Wat heb je gedaan? Ja, we hadden met naald en draad hadden we ze van kleding gerepareerd en hesjes en broeken en zo. En het was ook wel echt heel leuk, maar ook wel moeilijk voor sommige kinderen. Ja, dus je hebt er veel van geleerd. Ja, klopt. Ik ben Patricia Eikelenboom, projectleider schoon bij de gemeente Oosterhout. En dit was de textielreis 2023. En willen jullie nou volgend jaar ook weer een textielreis komen of een e-waste race? En willen jullie daar als school aan meedoen? Stuur dan een mailtje naar schoon@oosterhout.nl. En dan maken jullie natuurlijk ook kans op een schoolreisje. Ja! Goed zo.